Nou, wij gaan straks op de fiets naar Corpus en dan gaan we een training doen met andere All-Stars van FC Groningen. En Danny Buijs gaat meedoen. Dus ik ben benieuwd of hij ons niveau aan kan. Geboren en getogen, niet in de stad, in een klein dorpje in Ezingen. Maar ja, we wonen eigenlijk ons hele leven al in de stad, met een tussenpoos van een paar jaartjes Roda. Dus we zijn wel echte stadjes, we gaan er niet meer vandaan. Ja, ik ben Groninger en dat vind ik gewoon prima. En de stad is gewoon echt, het is echt een leuke stad. Dus je kan alles lopen of op de fiets doen. Dus nee, prima zo. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Niets. Vroeger toen ik klein was, 12 jaar, 13 jaar, ging ik al naar GVAV. Dus dat is altijd een beetje zo gebleven. En ja, Groningen is gewoon mijn club. En ik speel er nu ook voor. Ja, ik ben best trots dat ik de kleuren van Groningen ze nu nou draag. Nou, hier gaan we vissen ze nu nou. En dan belt een van de kleinkinderen op, opa, mag ik komen vissen? Nou, dan gaan we vissen. En er zitten echt grote jongens in hoor, zulke ze. Ik vind het gewoon leuk dat de kleinkinderen gewoon, het leuk vinden om hier te komen. En ja, we hebben gewoon een goede band met iedereen, dat is heel belangrijk. De kleinste, die is 3, die is helemaal weg van FC Groningen. Ja. Als ik dan kom met mijn shirt aan of zo, ben ik pas wel eens een keer op en dan heb ik geen tijd gehad om mijn home te reden of zo. En dan, opa, FC Groningen, ik heb ook zo'n shirtje. En dan haalt hij hem gelijk op. Kijk, op een gegeven moment, als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, dan werkt het niet meer om nog bij een normale voetbalclub te spelen, zeg maar. Tenminste, zo kwam het bij mij over. En nou, toen heb ik 2 jaar niks gedaan. En op een gegeven moment, toen, mijn vrouw attendeerde mij erop dat er in de gezinsbode mensen gevraagd werden om een walking voetbal te doen. Ik denk, nou, dat ga ik niet doen, want dat lijkt mij echt helemaal niets. Nou, toch een keer gaan kijken en ik moet zeggen, het is echt fantastisch. Omdat je dus gewoon als ouderen toch weer kunt voetballen. Zonder dat de kans op blessures groot is. En ik vind het echt fantastisch. Ook gewoon weer met de mannen samen zijn. Kleedkamer praat, nou, dat soort dingen. Dat is gewoon geweldig. Nou, we hebben er mooi weer bij, of niet dan? Wat is Schenkbal? Wat is de rest? In de kantine zag ik een hele avond zitten. Ik was al heel vroeg. Was het 2:30 pas, hè? 2:30 moest je erop, ja. Ja, nee, oké. En iedereen is van hetzelfde niveau in de zin van ze hebben allemaal fysieke problemen. Hè? Er is niemand die nog staande zijn sok aan kan trekken, hoor. Niemand meer. Dus we hebben allemaal ongemakken, zeg maar. En dat geeft ook een bepaalde band. Sport en met andere mensen omgaat, houd je dan scherp en fit. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk.